Ja, als je 16e staat in de tweede divisie, en dat staat Jong Vitesse, dan zijn er serieuze problemen. 16e plaats betekent promotie-degradatie aan het einde van de rit. En dus moet er gewonnen worden van VVSB. Van Bergen met de eerste mogelijkheid voor de Arnhemmers. Vizier niet op scherp. VVSB, de nummer 7 van de ranglijst met Bekooi, is Lelieveld voorbij. Daar is Tavila en dat is een knappe. Dat is een hele knappe 1-0 voor VVSB. Thomas Tavila, eigenlijk buitenspeler, spits uit nood door het wegsturen van Giovanni Serboni in de winterstop. Hier op zijn Magers. Magers deed dat ooit in een Europacupfinale namens Porto tegen Bayern. En Tavila doet het hier namens VVSB tegen Jong Vitesse. Van Bergen, Lelieveld, Osman meegeven. En de redding is dan van Fekunda voordat Corian op doel kan schieten. Wat rest is de hoekschop voor Jong Vitesse. Ver op Klein-Holte en die kopt. Op doelman Valk, Klein-Holte. Hij is groot. Hij is centrumverdediger en aanvoerder van Jong Vitesse. Opnieuw een hoekschop. Daar is weer Klein-Holte en dan staat Velbrief op de lijn en blijft het 1-0 voor VVSB. Dat eerder dit seizoen de thuiswedstrijd met 3-1 won van Jong Vitesse. De Arnhemmers dringen aan. Je vraagt je af wanneer de gelijkmaker komt. Lelieveld schiet hem tegen Bekooi aan en dan is VVSB weg. Bekooi, Klein-Holte mag niks doen en Houwe redt voor Jong Vitesse. Grote kans voor Tommy Bekooi, de topscorer van VVSB, dat hier weer komt. En weer Tommy Bekooi. Kappen, draaien en weer houden. Kansen voor VVSB in de omschakeling. Vitesse met Corian. Op Lelieveld. En daar is de kans voor Zang. Ruststand 1-0. VVSB mag niet klagen. Guido Pauw. Pauw en dan staat daar iemand op de lijn, maar Parami weet hem toch binnen te werken. Mikey Parami. In eerste instantie lijkt het of Klein-Holte die bal van de lijn haalt. Maar Parami schiet hem binnen. 2-0 voor VVSB. En dus worden de problemen voor Jong Vitesse al maar groter. Dit is weer een mogelijkheid voor Zang. Maar het wil niet voor Jong Vitesse. Dat aardig voetbal, dat kansen creëert. Maar ja, kansen creëren is één. Daar krijg je geen punten voor. Ze moeten erin. Butner dan maar misschien. Met rechts geprobeerd. Geen onaardige poging van Alexander Butner. Tavila. Is helemaal kwijt. En vindt dan Bekooi. Tommy Bekooi. Tommy Bekooi, dit is op snelheid tussen twee man door. Dit is een schitterend doelpunt, zeg. Van de topscorer van VVSB. Die stuurt daar een paar beloften het bos in. Die gaan daar een hele slechte nacht van hebben. Doelman Houwe is kansloos op de, nou ja, bijna Bergkampiaanse stift van Bekooi. 3-0 voor VVSB, wedstrijd gespeeld. Vuilbrief heeft meegegeven en krijgt terug. Twee hakjes achter elkaar. Jelmer Vuilbrief voor het doel is de Rijk en dan is het 4-0. Wat een afstraffing voor Jong Vitesse dat heel lang aardig meevoetbalde. Maar de kansen niet benutten. En dan in een paar minuten tijd 3 doelpunten om de oren krijgt. Hakje, hakje. Vuilbrief is er door. De Rijk maakt het af. VVSB nog altijd op schema voor de tweede plaats. En Jong Vitesse in de problemen onderin de tweede divisie.